Wij zijn hier in München aan de Paul-Heisenstrasse. We kregen van het openbaar nutsbedrijf van München de opdracht om een stadskoelingsleiding te leggen. Daar kun je gebouwen mee koelen. Dit is bedacht om in de afzonderlijke gebouwen airconditioning of koelsystemen overbodig te maken. We werken al meer dan 25 jaar met Wacker Neuson machines. De machines zijn volledig ingeburgerd op al onze bouwplaatsen, omdat het totaalpakket gewoon past. De prijs-prestatieverhouding, de service, betrouwbare apparatuur. We beschikken over alle verdichtingsmachines van Wacker Neuson en dat moet ook wel, want de taken zijn zeer verschillend. We werken met één merk, we hebben geen ander product. We gebruiken alleen Wacker Neuson machines. We zijn actief in verschillende branches, waaronder de hoog- en ondergrondse bouw. We werken ook binnen de speciale branche van de rail- en weg- en waterbouw, waarbij we vaak alle producten van Wacker Neuson nodig hebben. Wij beschikken zeker over het breedste assortiment verdichtingsapparatuur binnen de markt. Voor de bodemverdichting beginnen we met de kleinste trilstamper van 30 kilo. Dan zijn er de kleinere bodemverdichtingswalsen tot 7 ton, die we ook in ons portfolio hebben. We zijn zonder meer wereldmarktleider op het gebied van lichte verdichting. Wacker bracht in 1930 de eerste elektrische trilstamper op de markt. Wij worden beschouwd als de uitvinders van de stamper. Het woord wakkeren wordt in Duitsland ook gebruikt als term voor verdichten met een trilstamper. In 1952 kwam de eerste trilstamper met verbrandingsmotor op de markt. In 2014 introduceerden we tijdens de vakbeurs Noordbouw voor het eerst de accutrilstamper. Met deze innovatie waren we, net als voorheen, de enige leverancier die dergelijke apparatuur in massaproductie heeft. Werken in de binnenstad vormt eigenlijk altijd al een grote uitdaging. Je hebt niet veel ruimte, je moet je gewoon aanpassen aan de omstandigheden ter plekke. Dus je moet nauwkeurig werken. Dan heb ik gewoon betrouwbare machines nodig op mijn bouwplaats. De afgelopen 2 dagen hebben we de sleuf opgevuld. Dat moet voor 100% passen. Laag na laag wordt dit op deze manier verdicht. We beginnen onderaan met de onderbouw. Dan worden de afzonderlijke buizen gelegd en vervolgens worden de verschillende lagen op deze buizen aangebracht. De verdichting van deze pijpleidingzone is veel eisend. Je moet hier echt voorzichtig en nauwkeurig werken met de trilstampers. Voor wat betreft de handarmtrillingen is het bijzonder belangrijk dat onze machines zeer lage handarmtrillingswaardes hebben. Er zijn grenswaardes die niet overschreden mogen worden. Het productassortiment is zeer divers. De accutrilstamper vind ik erg goed. Dat is de toekomst. Deze is nu al vrij van uitlaatgassen en het geluidsniveau is beter dankzij de accu-aandrijving. De machine is heel gemakkelijk te starten. De accu verwisselen is geen enkel probleem. En de accutrilstamper is zeer goed te bedienen. Ook de kleine trilplaat die we gebruiken is erg goed, vooral bij werken langs de randen. Wat prestaties betreft is er geen verschil. Samenvattend bestrijken we het bereik van ongeveer 50 kilogram tot 1,2 ton. De kleinere apparaten van 50 tot circa 120 à 130 kilogram zijn in de regel voorwaarts lopende trilplaten. Bij circa 115 kilo beginnen de omkeerbare platen en deze gaan tot een bereik van 1,2 ton. Dit bereik bestrijkt nagenoeg elke denkbare toepassing voor een trilplaat. Als na de werkzaamheden de oppervlakte wordt hersteld, bijvoorbeeld door een vorstbeschermingslaag aan te brengen, dan moet met de trilplaten op de juiste verdichtingsgraad gelet worden. Verdichtingscontrole wordt tegenwoordig steeds meer gebruikt, eigenlijk standaard. Wij zijn onlangs nog een stapje verder gegaan. We hebben onze verdichtingscontrole gedigitaliseerd. Dit betekent dat onze telematica-systemen, die wij nu ook op onze grotere trilplaten aanbieden, ook verdichtingsgegevens door kunnen geven en deze op een kaart weer kunnen geven. Bouwbedrijven kunnen maanden later nog zien hoe de verdichtingswerkzaamheden er op een bepaald tijdstip op een bepaalde plaats uitzagen. Hoe zwaarder de machine, des te meer het voor de hand ligt om afstandsbediening te gebruiken. Dit betekent dat machines van bijna 1,2 ton het bedrijfsgewicht van onze DPU 130 is, niet langer met een stuurbeugel gestuurd kunnen worden. Een afstandsbediening is absoluut noodzakelijk om zo'n machine te besturen. Wij hebben een hele reeks op afstand bediende machines. Te beginnen met een machine van 80 kilonewton, een relatief zware trilplaat. Daarna komen de machines van 100 en 110 kilonewton, tot aan ons paradepaardje, de DPU 130 trilplaat. Daarnaast bieden we zelfs gekoppelde machines aan. Dit betekent dat we verschillende machines mechanisch kunnen koppelen en deze vervolgens op afstand op dezelfde wijze bedienen. Ook qua walsen is ons assortiment goed voorzien. Wij hebben handgevoerde walsen, beginnend bij ongeveer 600 kilogram. Dan zijn er de trommelwalsen tot 7 ton. En tot slot is er nog de RT, onze sleuvelwals. Dit is de eerste sleuvelwals met een knikbesturing. Dit zijn zeer wendbare machines met uitstekend zicht. We bieden elke uitrustingsvariant aan die je maar kunt bedenken. Betrouwbaarheid is onze absolute prioriteit bij de ontwikkeling. Wij werken al tientallen jaren samen met Wacker Neuson. Als een nieuw product wordt ontwikkeld, dan worden de mensen uitgenodigd die met de machines werken. Samen met de ontwikkelaars kijk je er dan naar. Je geeft specifiek advies over gebruik onder bepaalde omstandigheden. Het belangrijkste is dat dit advies wordt verwerkt in de machines. Zoiets bestaat bij andere bedrijven niet echt. Althans, niet voor zover ik weet en ik ken heel wat bedrijven. Het is echt leuk om met de apparaten te werken.